FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City. Patrick Busby, welkom bij FC Volendam. Dankjewel. Wie is Patrick Busby? Ja, Patrick Busby is geboren in Haarlem. Vader uit Aruba, moeder uit West-Friesland. Ik ben 51 jaar en ik ben mijn hele leven al staat in teken van voetbal, van scouting. Dat is Patrick Busby. En vanaf heden de technisch directeur, de nieuwe technisch directeur van FC Volendam. En zoals je al zei, je hebt een behoorlijke staat van dienst. Als scout bij onder andere Ajax, Hamburger, SV en FC Twente. Welk deel van die ervaring neem jij mee naar Volendam? Mijn visie is een van de belangrijkste dingen van een technisch directeur is het aankoopbeleid en de scouting. En die achtergrond die heb ik. Dus ik hoop dat mee te kunnen nemen in deze rol. Je bent het laatst actief geweest bij FC Twente en heeft daar aan de basis gestaan van mede verantwoordelijk voor het huidige succes van FC Twente. De afgelopen tijd heb je ook kunnen verdiepen in FC Volendam. En wat trof je aan? Ja, het was natuurlijk een beetje een moeilijke situatie, want heel Team Jong was eigenlijk opgestapt. Dus de club is dan een beetje stuurloos op een technisch vlak op dat moment. Dus dan moet iedereen zijn weg vinden, nieuwe mensen. Er was ook geen TD, dus er was ook niet echt meer een leiding vanuit het technisch vlak. Dus het was een situatie die niet ideaal is om zeg maar, in rustig vaarwater te willen presteren. Wat ik opmerkelijk vond was dat er geen scoutingsrapporten waren. En dat zijn wel belangrijke zaken om, ja, als club wil je natuurlijk elk jaar een elftal op volle sterkte presenteren. En dat gaat wel gepaard met gedegen scouting. Los van wat jij aantreft, wat was dan de eerste dingen die jij dan oppakte? Nou, de scouting. Want ja, als je een team wil samenstellen, dan zul je wel dat op een goede manier moeten doen. Het elftal moet in balans zijn. De salarissen en de transfersommen, die moet je dan meenemen. Nou ja, we hebben natuurlijk hier een groep die behoorlijk wat heeft gekost in salarissen. En als je dan terug gaat naar de KKD, dan moet je daar ook weer gaan snijden. Dus het is een hele puzzel die we moeten gaan leggen. En als er dan geen lijsten klaar liggen, of in ieder geval waar je op kan bouwen, of waar je mee verder kan, ja, dan begin je eigenlijk op nul in een situatie waarin je eigenlijk al bijna klaar wilt zijn. Hoe staat het dan nu met die puzzel? Die puzzel is gelegd. Het gaat nu nog om de financiën. En hoe ziet die puzzel eruit? Die puzzel hebben we gelegd. We zijn natuurlijk 8 jongens die zijn einde contract. Er zijn 5 jongens vanuit de verhuur terug. Of die gaan terug naar hun club. We hadden zelf 4 jongens verhuurd, die komen terug. En er is 1 speler die heeft in overeenstemming met ons besloten om te stoppen. George Cox. En die is dan ook van de loonlijst vanaf 1 juli. Los daarvan wil jij ook middelen hebben om de selectie samen te kunnen stellen. Dat betekent dat je ook spelers zou moeten verkopen. Ja. Hoe staat het daarmee? Op dit moment is er nog geen interesse in geen van de spelers. Maar dat gaat natuurlijk wel straks komen. Hè. Alles moet nog een beetje starten. Maar wij verwachten wel dat er 4 of 5 spelers zullen worden verkocht. We hebben het al een beetje over het aan- en verkoopbeleid op dit moment. Wat kunnen de supporters verwachten op dat gebied? Nou, een van de grootste wensen is dat Volendam haar eigen identiteit terugkrijgt. Dus we gaan kijken of we jongens uit Volendam als eerste kunnen vastleggen om in ieder geval weer een beetje basis en vertrouwen te krijgen daarin. Nou, we hebben dus van de amateurs Daan Steur vastgelegd. We zijn bezig met iemand anders om die vast te leggen. En ja, daarbij kijken we gewoon naar regio en naar jongens die hier passen. Zijn er specifieke posities die jij nu wil versterken of specifieke spelers die jij heel graag wil aantrekken naar FC Volendam? Er zijn 6 of 7 spelers die ik heel graag wil aantrekken. En het is eigenlijk op elke positie wel bijna 1 speler. Ja. Hoe ziet het FC Volendam eruit dat jij voor ogen hebt? Aanvallend voetbal. Jongens die vanuit de jeugd de kans krijgen. Spelers die vanuit de scouting komen en die waarde gaan creëren. Balans in het elftal. Ook een jongens stukje leiding. Jongens die aan de hand van Veerman en Muren weer kunnen groeien. Ja, we hebben ook hele jongens die er aankomen in de onder-19 volgend jaar. Ja, die willen we ook gewoon een podium bieden. Dus er moet
perspectief zijn voor jonge spelers. FC Volendam kent op bestuurlijk gebied een roerige tijd. Zie je jouw komst als technisch directeur ook als een stap in de goede richting om het weer stabiel te krijgen? Ja, niet per se mijn komst, want ik ben niet groter dan de club. Maar het is wel belangrijk dat er in ieder geval duidelijkheid komt. Dat er weer vanaf een soort, vanuit een visie beleid komt. Je moet wel beleid maken bij een club. En als ik dat nu ga doen voor de komende jaren en na mij komt een ander, dan is het wel belangrijk dat er ook iets ligt. Want nu beginnen we echt helemaal op nul. Een onvermijdelijke vraag. Wat zijn de doelstellingen van FC Volendam voor volgend seizoen en daarna? Wij willen absoluut nu meedoen. Meedoen om de bovenste plekken, om de play-off plekken. Ja, we kunnen op dit moment niet uitgaan van een kampioenschap of een promotie. Want we gaan terug van 4 miljoen naar 1,5 miljoen in budget. Dus het is niet echt realistisch. Welke boodschap wil jij de supporters van FC Volendam meegeven? Ja, het seizoen gaat natuurlijk met ups en downs. Dus je hebt soms verlies je een keer 3 keer en soms win je 4 keer. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon achter je club staan. Hou er vertrouwen in. En geef ons de tijd om wat we nu aan het bouwen zijn, om het ook te kunnen uitbouwen. Wij willen rust bewaren vanuit de club. En als de supporters dat ook doen, dan kunnen we dat samen kunnen we gewoon groeien naar een mooie nieuwe situatie. Ja, en ik heb mij dus laten vertellen dat er ergens in jouw familie nog wat Volendamse dwarsverbanden zitten. Kun je dat toelichten? Ja, de oma van mijn kinderen, die is Volendams. Althans, haar vader is een Volendammer, Tol, Kees Tol. En ik hoorde van Ed Kerry Zwarthoed dat vanuit zijn oma of overgrootopa er dus een directe link is. Ja, dus ik zit in de stamboom van Ed Kerry. Halve Volendammer hebben we binnengehaald. Ja. Okay. Heel veel succes, Patrick. Dankjewel.